Dankjewel. Ik kwam hier naar binnen, maar allemaal mensen die liepen boos naar buiten dat ze mijn speech gemist hadden. Dus ik zei, mevrouw, daar heb ik het zelf ook gemist. Dus het is eigenlijk een soort tweede poging die we nu gaan doen. Dames en heren, partijgenoten. Goed, hè? Alsjeblieft. Ja, kijk, dan zeggen ze dat we niet hoffelijk zijn in de PvdA. We zijn deze week jarig. 70 jaar. Bij de oprichting in 1946 zei Drees: wij zullen, hoop ik, een partij worden vol realisme en idealisme. Een werkelijkheidszin die rekening houdt met het bereikbare, doch die beseft dat in de werkelijkheid het ideaal ook meedoet. Anderzijds een idealisme dat ver vooruit ziet, maar daarom niet voorbij gaat aan wat vlak voor ons ligt. Dromen en doen. Een combinatie die me bevalt. Het is een van de dingen waaraan je een ware sociaaldemocraat herkent. En je weet het. Je weet het als je er een voor je ziet. Neem Ahmed Abu Taleb. Die naar voren stapt als gruweldaden in Parijs en elders op de wereld. Ons uit elkaar dreigen te slaan. En die aan haatzaaiers van alle kleuren en alle komaf duidelijk maakt dat er maar één wij is. Het wij van alle mensen die met elkaar wat van Nederland willen maken. Ahmed Abu Taleb, sociaaldemocraat. En neem, je weet het als je hem ziet, hè? Ahmed, ik had net wat over je gezegd. Had je dat nog gehoord of niet? Had je dat meegekregen? Ik zei, je weet het als hij voor je staat. Dit is zo'n sociaaldemocraat. Fijn, fijn, Ahmed. Je weet het als je hem ziet. Eberhard van der Laan. Die met zijn top 600 aanpak... Het schijnt dat van de week onze premier op televisie grapjes aan het maken was. Ik heb wel vaak het gevoel dat ik het beter kan dan hij. Maar... ik zal dat doorgeven als een applaus voor zijn cabaretkunst. Eberhard van der Laan, die zich met zijn top 600 aanpak elke dag blijft inzetten om jonge criminelen aan te pakken met zorg. Hard op hun daden, maar ook altijd gericht op perspectief. Een echte sociaaldemocraat. En bovenal zie ik het in een man die Drees-combinatie van realisme en idealisme belichaamt. Die drive heeft en doorzettingsvermogen. Op het moment dat Hitsers dromen van hekken om Holland. Op het moment dat anderen de handen radeloos ten hemel heffen. Is hij degene die komt met ideeën om vluchtelingen veilig te stellen. En Nederlanders zekerheid te bieden. En ik vind het mooi om al jarenlang van dichtbij te zien. Hoe die man vecht voor een eerlijke Nederland. Onderhandeling naar onderhandeling. Begroting naar begroting. Iedere dag opnieuw. Die man die heet Diederik Samsom, ons politiek leider. Wat Diederik heeft is wat ons hier allemaal kenmerkt. Hij kan niet tegen onrecht, tegen ongelijkheid die ervoor zorgt dat mensen niet uit zichzelf kunnen halen wat erin zit.
Ongelijkheid die mensen klein houdt, die zorgt dat ze niet mee kunnen doen. En wij geloven in onze partij dat ongelijkheid, dat die ongelijkheid geen natuurverschijnsel is. Dat het iets is waar we wat aan kunnen doen. Dat als we de juiste bondgenoten vinden, dat we kunnen zorgen dat mensen wel mee kunnen doen. Dat ze wel kunnen groeien. Dat ze wel deel kunnen nemen. We combineren een gezonde dosis idealisme met een gezonde dosis realisme. We denken dat we samen de toekomst vorm kunnen geven, zolang we dat doen op onze voorwaarden. En voor die idealen hebben we veel meer bondgenoten dan alleen wij de leden. De leraar in een klas die doorzet tot alle kinderen vliegen, is een bondgenoot. De mensen die net via de veilige haven 800 mensen aan hun baan geholpen hebben, zijn bondgenoten. De werkgevers die ervoor kiezen dat ze mensen met een beperking een kans geven op een normale baan, zijn bondgenoten. Maar, partijgenoten, we hebben ook tegenstanders. We hebben ook tegenstanders. En vaak klinkt het allemaal reuze, gezellig en modern en vriendelijk. Neem een interview dat ik las op de laatste dag van 2015. Eigenlijk een dag dat je gezellige kerstinterviews wil lezen en bij een knisperend haardvuur. Ik at de krant bijna op. In dat interview spreekt de directeur van een grote Nederlandse uitzendorganisatie. En hij predikt het evangelie van het flexgeloof. En hij doet dat zoals ware gelovigen doen, hè, zonder een spat aan twijfel. Het vaste contract is van het verleden, zo stelt hij. Verzet is zinloos. En straks werkt iedereen in losse projectjes, in losse baantjes. En zegt hij, die ontwikkeling die is eigenlijk al begonnen. En er staat geen foto bij, dat is een omissie, maar je voelt de voldane glimlach van de spreker die toch aan al die domme ouderwetse mensen uitlegt dat het geen zin heeft om het te verzetten tegen de moderne tijd. Overigens, de directeur zelf werkt al ruim 25 jaar bij hetzelfde uitzendbureau met een vrij goed contract in vaste dienst. Voor mij staat dat symbool voor een grote groep mensen die vanuit hele riante posities, ook de beleidsambtenaren van schaal 16 en hoger, die vanuit vrij riante posities met grote stelligheid beweren dat het toch veel beter is om ons niet te verzetten tegen al die losse contractjes. Daar gaat een onwaarschijnlijke hypocrisie vandaan om tegen andere mensen te zeggen dat ze maar genoegen moeten nemen met minder. Als je zou vragen, zullen we het omdraaien? Zullen we dus te beginnen die flexibilisering bij jullie inzetten? Zodat die mensen die het veel harder nodig hebben een goed contact krijgen. Wat denk je dat ze zouden zeggen? Ik denk dat het minder interviews zou opleveren. Ik denk dat het stil zou worden aan de andere kant. En vergis je niet. Het gaat me niet over de spanning tussen zelfstandigen en flexwerkers. Het gaat me ook niet om te doen alsof er niet heel veel zelfstandigen zijn die juist respect en lof verdienen omdat ze met creativiteit en plezier juist in de ruimte die ze vinden buiten organisaties om iets moois maken. Mensen kunnen prachtige dingen bereiken als je ze de ruimte geeft. En juist daarom is het zo erg als mensen de keuze niet hebben. De kans wordt veel flexwerkers niet gegund. Ze worden in een onmogelijke positie gedwongen. Ze worden gedumpt in een nulurencontract zonder uitzicht op normaal werk. Dat is geen vrijheid. Dat is afhankelijkheid in het kwadraat. Dat is geen bevrijding. Dat is ongelijkheid. En daar moeten wij wat aan doen. En let wel. Natuurlijk ziet de arbeidsmarkt van morgen er heel anders uit dan die van vandaag. En zeker dan die van gisteren. En dat is op zich niet erg. Daar hoeven we niet bang voor te zijn als we het maar naar onze hand stellen. Op het moment dat we als sociaaldemocraten de verandering op onze voorwaarden vormgeven, dan kun je optimistisch zijn. De manier, en dat is een hele wezenlijke keuze, de manier waarop we onze arbeidsmarkt vormgeven voor de toekomst, zou echt het verschil uitmaken tussen een samenleving waarbij je als concurrenten van elkaar aan losse klussen werkt of als collega's aan elkaar samenwerkt. En dat maakt een enorm verschil in hoe je je werk doet, in hoe veilig je je voelt en hoe je gewaardeerd wordt.
Dit is het verschil tussen een permanente rat race met alleen winnaars en verliezers of het benutten van het talent dat ieder mens in zich heeft. De manier waarop we ons brood verdienen, de manier waarop we ons werk doen, de manier waarop we ons leven leiden, is te belangrijk om over te laten aan mensen vanuit een macro-economische, abstracte, riante positie, is te belangrijk om over te laten aan macro-economische modellen. Die modellen meten geen arbeidsvreugde. Ze meten aan de andere kant geen stress en geen zorgen. De toekomst van een arbeidsmarkt waar ik op hoop en waar ik voor strijd, is er een waarin alle mensen van waarde zijn. Met respect voor werkenden. Met respect voor zelfstandigen. Met waardering voor het werk dat ze doen en met ruimte om ze te ontplooien. En vanzelf zal het niet gaan. Ik was 2 weken terug bij een hele, in ieder geval voor mij, hele bijzondere bijeenkomst. Het was een bijeenkomst met schoonmakers. Schoonmakers die de afgelopen jaren veel verschillende werkgevers hadden gehad, veel verschillende opdrachtgevers en veel verschillende contracten. Ze hadden telkens wel werk gevonden, maar het ging soms in combinaties van 2, 3 of 4 banen. En soms moesten ze de stad door, of zelfs het land door, op zoek weer naar werk. In de theoretische modellen van de uitzendbureau-directeur, die ik al zo blij citeerde, heet dat efficiënt. In de levens van die schoonmakers is het stress. En die stress die meet je niet in een model. De bijeenkomst waar ik deze mannen en vrouwen zag, was een hele plechtige bijeenkomst. Ik mocht ze toespreken. Ik mocht ze officieel toespreken, omdat ze officieel in dienst traden bij de Rijksoverheid. En iedereen die beweert, die met droge ogen beweert dat dat niet belangrijk is, of dat dat maar een symbool is, die had daarbij moeten zijn. Die had moeten voelen, die had moeten zien hoe mensen bijna uit elkaar knapten van trots, van vreugde, omdat ze collega werden, omdat ze erbij hoorden, omdat ze een einde zagen komen aan die onzekerheid, omdat ze het uniform konden dragen met hetzelfde logo als op de brieven stond van de hoge ambtenaren, omdat ze voortaan collega's waren als alle anderen. Na misschien wel 20 jaar indoctrinatie met flexdenken zijn we soms haast wel murf gebeukt. De ZZP-juf, de inhuurpiloot, de psychiater op een stagevergoeding, de bezorg-ZZP'er onder het minimumloon. We zijn het gewoon gaan vinden, maar het is niet normaal. Ja, flexibiliteit is goed. Als het gaat om ons aanpassen, als het gaat om met elkaar reageren op de veranderingen in de economie. Een kernwaarde van de Nederlandse samenleving is je kunnen aanpassen, maar dat wel samen doen. En nee, het dumpen van alle risico's op een individu onder het mom van modern liberalisme, dat is flex-fundamentalisme. Dat heeft niets meer te maken met verstandig met elkaar omgaan. En mijn opvatting over fundamentalisme, het is prima als je er zelf in gelooft, maar gaat niet aan anderen opleggen. Dames en heren, dit is het moment. De werkloosheid daalt. Eindelijk daalt het. We staan nu op het laagste punt sinds 2012, maar we moeten nog veel verder naar beneden. Het aantal banen stijgt. We zagen de snelste banengroei in 4 jaar. Vorig kwartaal kwamen er 50.000 banen bij. Maar nu moeten we ook doorzetten. Nu moeten we ook zorgen dat iedereen een baan krijgt en dat het goede banen zijn. Dat het goed werk wordt voor iedereen. Dus laten we nou samen opstaan. Als weer een goede juf bij haar klas wordt weggestuurd omdat ze anders een contract moet krijgen. Laten we samen opstaan als er weer een slimmerik met een constructie de bezorger onder het minimumloon houdt met stukloon. Laten we samen opstaan als een 22-jarige geen volwassenenloon meer krijgt. Laten we opstaan als de werkvormen die ontstaan niet voldoen aan onze voorwaarden. Respect voor werk, voor de waarde van werk, moet uitgangspunt zijn.
En laten we die bedrijven die dat ook vinden, en dat zijn er gelukkig velen, als onze bondgenoten helpen en ze bevrijden van de valse concurrentie. De valse concurrentie van bedrijven die onderbetalen en die geniepige constructies gebruiken. Laten we zorgen dat we de welvaart... Laten we zorgen dat we de welvaart weer verdelen, zodat we volgende generaties kunnen helpen. Wij zijn als land failliet op het moment dat we Bill Gates moeten bedanken omdat hij iets aan malaria doet. We zijn failliet. In Nederland moeten de grote bedrijven normaal belasting betalen en fatsoenlijke lonen, zodat mensen nu kunnen leven en kinderen straks kunnen leren. Dames en heren, op het kruispunt tussen hoop en vrees kies ik voor de hoop. Voor een toekomst waar we ons met elkaar op kunnen verheugen. Een toekomst op onze voorwaarden, op sociaal-democratische voorwaarden. En zo radicaal als ik, als wij voor de hoop kiezen, zo radicaal kiest Wilders voor vrees. Ik kan dat van hem als persoon begrijpen. Hij leeft de vrees van onvrijheid. En juist wij, als Partij van de Arbeid, kunnen pas tevreden zijn als hij niet meer bang hoeft te zijn. Als hij veilig zijn mening kan uiten. Volgens hem spreekt alleen hij namens het volk. Maar laat ik één ding zeggen. Hoe groot een gepeilde, gevirtueelde... Maurice de Honde, zetelpeil er ook uit kan zien. Het is niet de meerderheid. De meerderheid van Nederland bestaat uit mensen die begrijpen dat je mensen die oorlog en geweld ontvluchten, die met gevaar voor eigen leven een overtocht wagen, dat je die moet opvangen. De meerderheid van Nederland bestaat uit mensen die zich dat heel goed beseffen, maar die zich ook zorgen maken. Zorgen over hoe we dat als land gaan doen. Zorgen hoe we kunnen zorgen dat al die mensen weer een plek vinden. Dat ze integreren, dat ze werk vinden in de tijd dat het voor velen zo moeilijk is. De meerderheid van Nederland bestaat uit mensen die niet zwart-wit denken. Die begrijpen dat je een morele, menselijke plicht hebt mensen te helpen. Maar ook een plicht om te zorgen dat het voor iedereen in goede banen geleid wordt. Al die mensen, die grote meerderheid van de Nederlanders, die verdienen niet een handelaar in angst. Die verdienen dat hun zorgen serieus genomen worden. Die verdienen dat we wat doen voor die mensen. In plaats van dat hun angsten worden geëxploiteerd. Die verdienen dat we de samenhang opzoeken tussen alle Nederlanders. In plaats van dat we ons laten verdelen. Nederland zal altijd, altijd mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en ellende opvangen. Maar ook hiervoor geldt op onze voorwaarden. Die voorwaarden zijn wezenlijk anders dan die van Wilders. Wij willen een trotse samenleving. Hij wil een verdeelde samenleving. Een verdeelde samenleving waarin mensen tegen elkaar worden opgehitst omdat ze een ander geloof hebben. Een verdeelde samenleving waarin je een revolte afkondigt als je je zin niet dreigt te krijgen. Een verdeelde samenleving waarin werknemers vogelvrij worden verklaard omdat de PVV loonconcurrentie wil toestaan onder de CAO. Een verdeelde samenleving waarin we uit de EU stappen en ons terugtrekken achter de dijken met grote werkloosheid tot gevolg. Een verdeelde samenleving waarin de overheidsfinanciën irrelevant zijn en we de rekening naar de toekomst schuiven. Die intolerantie voor anderen die in al die ideeën doorklinkt, verafschuwen we. Maar net zo goed verafschuwen we de intolerantie die sommige vluchtelingen tentoonspreiden. Dus als je homo's, of vrouwen, of joden lastig valt. Als je er niet mee kunt omgaan dat anderen een ander geloof hebben, of geen geloof. Als je dat niet tolereert, dan zijn we onverbiddelijk. Dan is er geen toekomst voor jou hier, dan ben je hier niet welkom. De dreiging van terreur en radicalisering kunnen wij hier alleen weerstaan door onze waarden te bewaken en door grenzen te stellen. En ook... door ons niet gek te laten maken. Moslims van Nederland, jullie horen bij Nederland. Laat je niet bang maken, laat je niet wegpesten.
Moslims van Nederland, ik zal jullie geloofsvrijheid verdedigen, omdat het onze vrijheid is. En ik vraag jullie om onze gezamenlijke vrijheid te verdedigen. Onze gezamenlijke vrijheid te verdedigen tegen diegenen die haat prediken, die verdeeldheid prediken. Tegen diegenen die jullie kinderen een kansloze toekomst injagen. Moslims van Nederland, ik vraag jullie onze vrijheid te helpen verdedigen tegen diegenen die vrijheid zelf niet kunnen verdragen. Wij zijn een land van tolerantie en van grote vrijheid. En dat willen we blijven. We stellen grenzen om solidariteit te behouden. We laten zien dat we geleerd hebben van de fouten uit het verleden. Dat betekent dat we zorgen dat mensen zo snel mogelijk de taal leren. Dat betekent dat we duidelijk zijn en niet meer verlegen over de waarden die ons alle die vrijheid bieden. Dat betekent dat we mensen zo snel mogelijk klaarstomen om hun eigen brood te verdienen en een bijdrage te leveren. Dat doen we met al die andere Nederlanders die zich op een kleine of grote manier inzetten om hier een succes van te maken. Al die vrijwilligers die ik de afgelopen maanden heb ontmoet, die geven voeding voor die hoop. Vrijwilligers die taalles geven of dansles. Een oude dame die ik sprak die in de Havenstraat in Amsterdam iedere avond een pan soep kon brengen bij de noodopvang. Maar ook vluchtelingen zelf die hoop voeden. Ik was vorige week op een basisschool waar sinds de kerstvakantie een groep van 15 kinderen les krijgt. Eerste woordjes Nederlands. Ik sprak met die kinderen, deels met een tolk en deels spraken ze al Nederlands. Ik vroeg, hoe vind je het? Ze vonden het fantastisch. Simpelste test, 3 van de 4 kinderen wilden later juf worden. Dat kwam omdat hier anders dan in Syrië niet werd geslagen. Maar ook omdat ze al heel lang geen onderwijs hadden gehad. En hier ervaarden waar ieder kind recht op heeft. Wat een mensenrecht is voor ieder kind. Les krijgen, dromen over je toekomst, klaargestoomd worden voor de wereld van straks. Die kinderen die bieden zoveel hoop. Die ogen die laten zo zien dat er een weg is van saamhorigheid, van een fijne toekomst in plaats van meer verdeeldheid. Ik denk ook aan een Afghaanse die ik sprak, die vrijwilligerswerk deed in een verzorgingshuis. Een Afghaanse vrouw die mij vertelde dat een van de dingen die zij, die sprak fantastisch Nederlands, die zij het mooiste vond, is dat ze hier als vrouw kon zijn wie ze wilde zijn. Een waarde waar sociaaldemocraten tientallen jaren voor hebben gestreden. Deze Afghaanse noemde dat als belangrijkste voorbeeld waarom ze zich hier vrij voelde. Partijgenoten, in de afgelopen 70 jaar heeft de Partij van de Arbeid veel bereikt. De levens van mensen zijn wezenlijk verbeterd. En nu komt het aan op hoe we deze eeuw gaan vormgeven. Ik verheug me op een toekomst op onze voorwaarden. Gewapend met onze idealen. Een toekomst om te omarmen, om te omhelzen. Uw hart te werken aan een samenleving die gebouwd is op empathie. Op het vermogen je in de ander te verplaatsen. Een toekomst waarin we onze nationale trots hervinden. Een nationale trots waarin plek is voor iedereen. En waarin we onze vrijheden vieren door ze ook aan een ander te gunnen. Waarin we iedereen respecteren. Ongeacht afkomst, geloof of ongeloof, seksen, geaardheid of handicap. Een toekomst waarin we hoge verwachtingen koesteren van iedereen. Op school en daarbuiten, van de peuter in de opvang tot de oudere werknemer. Waar we kijken wat je kunt en wat je nog kan leren. Een toekomst waarin onze economie een economie is van vooruitgang. Waarin we de grote wereldproblemen van nu oplossen en daar ons brood mee verdienen. Een toekomst met nieuwe zorg voor nieuwe ouderen. Met waterkering voor gevorderden in een veranderd klimaat. Met eerbied voor de natuur en eerlijk voedsel. Een toekomst waarin we schaarste delen en daar trots op zijn. Met een fair belastingstelsel en een fatsoenlijke sociale zekerheid.
Waarin je zeker weet dat jouw oude dag waardig zal zijn. Waarin je zeker weet dat jouw kinderen kunnen worden wat ze willen worden. Waarin je zeker weet dat je bij baanverlies niet aan je lot wordt overgelaten. Waarin je zeker weet dat we elkaar bij ziekte opvangen. Waarin je zeker weet dat we naar elkaar omzien. Dat is waar we aan werken. Vanuit het land en vanuit het kabinet. Soms met kleine stapjes vooruit, soms hele grote. En soms is er tegenslag. Maar altijd om weer op te staan en samen door te strijden voor een betere toekomst. En nu, na jaren van crisis, gloort een nieuwe dageraad. Weg met de marktfetischisten. Weg met de angsthandelaren. Nederland verdient veel mooier. In de volle overtuiging dat de hoop altijd zal winnen van de angst. Dat een beter leven voor iedereen bereikbaar kan zijn. En dat er niemand uitsluit. Kijk om je heen. Crisis in Europa. Oorlog in het Midden-Oosten. Verdeeldheid in Nederland. Wat nu nodig is, is de combinatie van idealisme en realisme. En daarvoor, beste partijgenoot, en daarvoor staat de Partij van de Arbeid. Samen vooruit. Dank u wel.